Helemaal welkom terug bij Thomas Opent. Deze keer geen review, maar een semi-unboxing. Want het is al uit de doos, want ik had het vanochtend al heel vroeg binnen op het werk en ik kon echt niet te lang wachten. Ik moest weten wat erin zat. Ik wist ook eigenlijk wel half wat erin zat, want ik heb van Beergeek Holland, Remy, die heeft me even wat bieren toegestuurd. Waar hij lekker makkelijk aan kon komen en die zei, die moet je echt even proberen. En dat ging om de volgende twee bieren. Van Rock City Brewing uit, als ik me niet vergis, Amersfoort inderdaad. Hun Pulling Rocks Dry Hopped Ale. En dan kun je ook echt, ja, je kan het waarschijnlijk heel slecht zien hier, maar hij is ontzettend hazy. Haze for days. Een hazy dry hop pale ale met een knallend hoparoma van vers fruit en een volle smaak van papaya, mango en passievrucht. Dus die gaan we binnenkort reviewen. En van Frontaal Brewing, hier werd hij ook helemaal wild van, de Juicy Punch V4. Een New England Double India Pale Ale, NIPA, Double NIPA, 7,5%, met Galaxy, Columbus en Chinook hop. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ook echt, het label is echt super, super mooi. Daar word ik dus ook echt al heel wild van alleen maar het idee. Maar goed, ja, Remy zal Remy weer niet zijn als die op een gegeven moment ook nog niet weten. Plus extra. Dat ik denk, gast, dat ga je echt niet hoeven doen. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, want ik heb tot nu toe nog maar één bier geprobeerd van deze brouwerij. Ik was altijd half sceptisch. Maar dat eerste bier, dat knalde er eigenlijk best wel in. Dat ging om een Heimdall. Een bokbier. En in deze keer heb ik van hem, van Valhalla, heb ik gekregen Daemon No. 6, hashtag 6, een Imperial Coffee Porter. Nou, echt serieus. Remy kent mij. Porter Stout, dat zijn mijn bieren. Daar word ik helemaal wild van. Dus die gaan we binnenkort ook reviewen. Remy, bedankt voor die. Maar ook bedankt voor deze twee. De reviews komen snel. Ik zal ook even naar Beergeek Holland's pagina linken onderin de video. Wanneer het zover is, kun je hem ook even bekijken. Fantastische goede reviewer. Hele mooie bieren. Hele leuke stijl. Ik vind, die doet het altijd goed. Dus dit komt ook binnenkort allemaal eraan. Ik heb er zin in. Jongens, de reviews, ze verschijnen heel snel. Want deze twee moeten vers gedronken worden. Dus dat komt helemaal in orde. Ik zou zeggen, tot dan. Proost!